In Nederland leven bijna 600.000 mensen met COPD. Dat is een aandoening aan de longen. En ieder jaar komen er ruim 35.000 nieuwe patiënten bij. En die worden ondersteund door verschillende zorgverleners. En één daarvan is longfysiotherapeut Giliano Niamut van het Flevo Ziekenhuis. Hij is gespecialiseerd in COPD en hij behandelt patiënten in het ziekenhuis en ook mensen die moeten revalideren. Welkom bij ons in de studio. Dank jullie wel. Allereerst, wat is COPD? Want met een aandoening aan de longen ga ik waarschijnlijk wat kort door de bocht. Ja, dat klopt. Um, COPD is een chronische longaandoening. Uh, dat wil zeggen dat het niet overgaat. Um, het is ongeneeslijk. En bij COPD uh, zijn er eigenlijk vernauwingen en beschadigingen... die ontstaan in de longen door ontstekingen... waardoor mensen kortademigheidsklachten ontwikkelen. Uh, daarbij uh, hebben sommige mensen ook binnen de COPD meer last van... Um, heel veel slijmproductie in de longen. Um, en ontstekingen. En anderen hebben dan meer uitgerekte uh, longblaasjes, beschadigde longblaasjes. Dus er zitten een bepaalde variant daar ook in. Um, maar het is dus anders dan astma bijvoorbeeld? Het is anders dan astma, ja. Ja, ja. Een andere ziekte dan, dan astma. De, de, de klachten kunnen zeker, zeker wel uh, ongeveer hetzelfde zijn. Natuurlijk de kortademigheidsklachten. Maar bijvoorbeeld bij astma: astma begint vaak op jongere leeftijd. En bij COPD is dat vaak nou ja, vanaf de middelbare leeftijd. So ja, wat, hoe, ho, ho, hoe ontstaat het? Want het klinkt meer als een soort beschadiging van de longen. Ja, de, um, la, laat ik het zo zeggen, de, de belangrijkste oorzaak voor het ontwikkelen van COPD is het roken. En met het roken uh, ademen mensen heel veel schadelijke stoffen uh, binnen, die het longweefsel uiteindelijk beschadigen. En het longweefsel is gemaakt van ja, zacht, sponsachtig weefsel, die in de loop van de tijd wel beschadigd raakt. Um, dus ja, ik zeg altijd als je niet rookt, um, niet eraan beginnen. En ja, als je wel rookt, probeer dan wel uh, hulp te zoeken om te stoppen. Dus, ja, en kun je het ook krijgen door meeroken? Dus dat mensen in je omgeving uh, roken? Ja, in, in, in mindere mate. Het zal minder agressief zijn, maar het is zeker wel bewezen dat meeroken wel uh, schadelijk is. Absoluut. Ja, Dus er zijn manieren om de COPD te voorkomen. Uh, dat je bijvoorbeeld niet rookt. Uh, ja. En dat je misschien bij uh, werk waar veel stof vrijkomt. dat je daar dan uh, een mondkapje op doet. Dat soort ja, werk. dat klopt. Er zijn inderdaad. de, de, de hoofdoorzaak is het roken. Maar uh, ook het inademen. het langdurig inademen van andere schadelijke stoffen. kan ook COPD uh, veroorzaken. En uh, er zijn ook bepaalde erfelijke ziekten. waardoor je dat sneller kan ontwikkelen. Uh, het, nou, nou, als je het hebt, dan zit je er maar mooi mee. Uh, maar dan kom je misschien wel bij jou terecht. Je bent long uh, long Um, wat, wat kun jij voor die mensen betekenen? Ja, we kunnen best veel betekenen voor mensen met uh, COPD. Ik werk in het ziekenhuis, dus in eerste instantie ik zie ik mensen tijdens een ziekenhuisopname. Um, en mensen worden dan opgenomen met uh, bijvoorbeeld een longaanval. En een longaanval is een tijdelijke verslechtering van de klachten. Hè, dat mensen veel meer kortademig worden en hoestklachten hebben. Uh, soms is er ook een ontsteking bij. Uh, maar we helpen mensen uh, eigenlijk heel simpel in het ziekenhuis weer op gang te komen. Dat betekent uiteindelijk uit bed komen, opzitten, uh, stukjes lopen. Uh, maar ook leren we mensen ademhalingstechnieken aan waardoor de kortademigheid uh, wat beter onder controle. Uh, te krijgen. Niets. Ja, het, het verdwijnt dus nooit meer, maar je kan dus, je geeft een soort handvatten aan mensen. Ja, absoluut. absoluut. Je geeft handvatten waardoor um, nou ja, de opname gewoon ook beter te doen is voor mensen. Als je ziek bent, dan ben je geneigd in bed te liggen en, en wij worden er eigenlijk vrij snel bijgeroepen om mensen toch weer op gang te helpen. Helpt ook uh, nou ja, het, het vertrouwen weer op te bouwen. En ja, waarom is dat belangrijk, dat, dat bewegen? Uh, ja, de, de, het bewegen is uh, belangrijk uh, omdat je eigenlijk. Nee, je conditie en je kracht verbetert. Um, en als je conditie en kracht verbetert, gaan dagelijkse bezigheden beter. En als dat beter gaat, ja, dan verbetert de kwaliteit van leven. Um, ja, daarin, um, mensen worden ook soms verwezen voor longrevalidatie... om ja, dat verder op te bouwen, conditie en kracht. Uh, en da dat is weer het andere aspect van wat we doen in het ziekenhuis. Longrevalidatie is een traject van twaalf weken. En dan leren we mensen gewoon ook uh, op een aangepaste manier te bewegen en te trainen. En het aangepaste is, laten we zeggen, aanpassen aan de vorm van de dag. We zijn geneigd gewoon in deze maatschappij alsmaar door te gaan. Um, en mensen bewaken hun grenzen niet. Maar um, we leren mensen ook um, rekening te houden met een aantal belangrijke dingen. Zoals tempo van bewegen is heel belangrijk. Hoe sneller dat je beweegt, hoe meer kortademig je wordt. Um, mensen vergeten ook de ademhaling. Dus we leren mensen te letten op de ademhaling. Um, vaak als ze bezig zijn met de oefening of activiteit, ja, dat, dan, dan vergeten ze totaal de ademhaling. Maar ook om pauzes te nemen, mensen um, zijn ook geneigd om alsmaar door te gaan. Oeh. En um, pauzes helpen toch. Om die kortademigheid onder controle te houden. Ja, het wordt eigenlijk een beetje opnieuw opgevoed op die manier. Ja, het is, uh, dat, ik denk dat het goed zegt, inderdaad. Het is eigenlijk een andere denkwijze, een andere manier van dingen doen. Ja, ja, ja. Nou, dan zeg je al, uh, ja, als je je wat krachtiger inspant, dan, dan krijg je het benauwd. Of dan ja, word je kortademig, dat is al bijna benauwdheid. Nou, iedereen ja. die wel eens een keer benauwd is geweest, die denkt: dit wil ik nooit meer meemaken. Uh, ik doe alles wel heel kalm aan. Ik, ik wil eigenlijk niet meer bewegen. Dat voor mensen kom je waarschijnlijk ook tegen. Ja, absoluut. Um, en het is ook wel begrijpelijk dat mensen op een gegeven moment een bepaalde angst ontwikkelen uh, voor inspanning. Um, en vaak is het ook een stukje vertrouwen weer opbouwen. En hoe bouw je vertrouwen op? Dat kan op verschillende manieren, maar bijvoorbeeld al door een stukje kennis. Als je weet wat je kan doen bij kortademigheidsklachten. Bijvoorbeeld ademtechnieken toepassen of, of extra medicatie nemen. Maar ook um, um, naast uh, de kennis ook gewoon. Uh, een stukje positieve ervaringen. En tijdens training en begeleiding door een longtherapeut uh, leren mensen in een veilige omgeving eigenlijk te bewegen. Um, dat is dan weer een positieve ervaring en durven ze het lichaam wat meer uh, uit te dagen, waardoor ze dan weer in hun dagelijks leven ook weer uh, meer durven te doen. En hoe kom je terecht bij een, een longtherapeut als je weet dat je uh, COPD hebt? Uh, ja, in eerste instantie via verwijzing van de longarts of huisarts. In het geval van COPD is een verwijzing zeker handig, want we hebben wat aanvullende informatie nodig. In het Vlevo Ziekenhuis hebben we een website en daar staat veel informatie over nou ja, COPD, maar ook over uh, longrevalidatie. En volgens mij hebben we daar ook een filmpje op staan. En uh, misschien ook goed om te weten: in, in Almere hebben we een longfysiotherapie-netwerk. Almere heet dat. Longfysiotherapie-netwerk Almere. Afgekort de Lona. En. Um, we hebben daar een website van. En op die website kunnen mensen um, een overzicht vinden van alle aangesloten longfysiotherapeuten. Oh, dus dan hoef je niet per se naar het Flevo Ziekenhuis, helemaal. Je kan ook kijken oh, zit in het gezondheidscentrum bij mij in de buurt. Ja, ja dat klopt. En het hangt er een beetje van af van, van wat, er, wat er zo, uh, waar de problemen liggen. Is het uitgebreider en hebben mensen nog hulp nodig van ja, uitgebreide hulp nodig, dan is het handig om via het Flevo Ziekenhuis te revalideren. Maar het kan ook via een gezondheidscentrum of een praktijk in de wijk. Ja, ja, klopt. Kiliano Ja, we zijn uh, helemaal weer bijgepraat. Dankjewel. We Braag hebben alles wel, wel zo'n beetje behandeld, denk ik, hè? Ja, ja. dankjewel. Ja, goed, dankjewel. we gaan uh, weer even... Ja, ik moet ook altijd even opletten op mijn ademhaling. Ik ga nu even... Ja, ik, ik ben ook heel ja. bewust nu van hoe ik ademhaal. <laughs> ja. Ik heb zelf een beetje astma namelijk. Nou. Dan denk ik, oh ja, ik moet rechtop zitten wijd en ruim. Ja, wel nou, goed. Was goed om je even met je te praten. Dankjewel. Dat is dankjewel.